Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vandaag voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering aan journalisten aangegeven dat hij ook het filmpje waarbij de 15-jarige Urfel Campus gepest, gemolesteerd en mishandeld werd, onder ogen heeft gehad. De bewindsman geeft aan dat de politie werkt aan de opsporing van de jongeren die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Maar daarnaast ook maatregelen om regelmatige surveillances en controles uit te voeren bij de scholen. Ik denk bijvoorbeeld aan tassenonderzoek, fouillering en dat soort maatregelen. Dus dat zijn de instructies die gegeven zijn. Minister Amoksi gaf ook toe dat de patrouilles van de politie in de omgeving van scholen enigszins is afgenomen. Maar daarom zeg ik van er is opdracht gegeven specifiek dat weer aandacht hier aan wordt besteed. Ik moet ook in herinnering brengen dat de buurtmanagers weer optimaal functioneren. En de instructies zullen ook zijn dat zij ook aandacht besteden aan schoolbezoeken. De algemene druk, we klagen bijvoorbeeld over te weinig voertuigen, te weinig personeel. Dus dat zijn maatregelen voor lange termijn die getroffen worden. Maar we gaan natuurlijk laten inspelen op de situatie. Maar u begrijpt dat we daarom klaargaan dat het gevoel van onveiligheid groeit om deze dingen. Weinig auto's is het niet gaan snel inspelen. Maar toch geeft u de burger de garantie dat... Ja. Kijk, we hebben lang gesproken over aankopen die gedaan moeten worden voor de politie. Dat is op gang gekomen. Ik wil bijvoorbeeld in herinnering brengen dat we sinds april hiermee bezig zijn. En finally kunnen die aankopen, dus die leveringen moeten worden gedaan. Ondertussen is de koers ook natuurlijk gaan stijgen. Maar we hebben maatregelen getroffen dat die leveringen van voertuigen, boten en dergelijke, dat die gedaan kunnen worden.